pak toch ook altijd de regenachtige dagen ervan tussen om te gaan urbexen. Maar we zijn wel bij een speciale locatie. Je ziet het nog niet goed hier door de bos en door de witte hemel. Wel goed uitkijken voor beveiligingen en camera's en sensoren. Maar ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar hier staat een enorme schotelantenne voor onze neus. We zijn toegekomen dus bij Ground Station, inderdaad. Hey, zie je aan dat gebouw hier aan de overkant? Er is een stuk uit in het midden, hè? Rechts van boven drangt een bolle camera. Oh ja, ja. Ja, dat klopt. Wat? Recht voor u, in het midden van dat gebouw. Check die enorme schotelantenne. Als we pakken, dan kunnen we beter doen dan een veilig tunnel op de plaats van achteren. Ja, dat wel. Ja, gerust zijn we er niet in. Gerust zijn we hier niet echt in. Dat is het zeker, maar het wordt wel nog, een beetje gecontroleerd, denk ik. Kijk maar, het staat hierop, zeg. Zelfde controle.
maar ik denk de gebouwen, dat we die beter niet doen. Maar wat ik wel nog eens wil proberen is daar een die schotelantenne geraken, want dat is een ander soort schotelantenne. Die grote die hier op de uithoeken staan, die werken met een soort geluid, denk ik, want je kan zien dat er in het midden van die schotel gewoon een buis, een open buis is. Dus die zullen met geluidsgolven werken. Maar die daar die werkt met radiofrequentgolven. Er staat ook nog een hele controlecabine daarboven. Maar ik zie al van hier dat die afgesloten is met een nieuw slot. Ik denk dat we best daar nog eens gaan kijken en ons hier dan uit de voeten maken, jongens. Ja, prima. Prima. Ja, jongens, het is gelukt. Ik ben hier boven op die andere schotelantenne geraakt. We wachten op de wind. Ik ben hier al verder naar boven geweest, maar ik durf me echt niet meer bewegen daarboven. Het is zo hoog. Ik moet hier nog deze trap terug naar beneden zien te nemen. Echt. Gasten, ik doe het hier in mijn broek, ja. Het is ook weer een idee om een ding in mijn hoogtevrees hierop te laten kruipen. Maar allee, kom. Hoogtevrees, ja. Echt hoogtevrees heb ik niet, maar het is hier toch wel hoog. Hier zijn de enorme scharnieren waar dat de koepel rond draait. Oh nee, echt. Ik moet weer naar beneden, jongens, sorry. Zo jongens, ik ben echt blij dat ik terug op de grond ben. Oh, begane grond. Joepie. Maar we gaan de film hier eens afronden. Het is hier te gevaarlijk om hier te lang te blijven, denken we. Het is even wachten op de wind. Het is allemaal uit de hand gefilmd, want het is ook misschien wel gevaarlijk om hier allemaal zuur materiaal mee binnen te nemen. Dus ik zou zeggen jongens, we zien jullie in de volgende aflevering, in een volgende film, op een volgende locatie. Tot de volgende. Zo mensen, we zijn net bij Ground Station geweest. Momenteel staan we hier op een tweede locatie die er niet zo ver van ligt. Deze locatie heet ET Phone Home. Maar dit is geen urbex, jongens. Ik kan wel zeggen, die antennes daar, die worden niet meer gebruikt. Dat staat hier. Ginder staat nog een lijn in die richting. Een groot kruis aan schotelantennes. Dat zijn allemaal antieke stukken die niet meer gebruikt worden. Maar je ziet hier vlakbij de hangars, zie je een grote antenne staan en een grondopstelling. Als je dat gaat opzoeken op internet, dit is het Observatory of Humay. En hier doen ze onderzoek naar zonnestraling en dit is dus nog wel degelijk een wetenschappelijk onderzoeksterrein. Er zijn ook mensen aanwezig op het moment, dus we gaan hier niet binnen gaan. Maar ik wil dit toch even meegeven, omdat we toch een beetje in de sfeer van telescopen en ruimte en schotelantennes en toestanden zitten. Maar ja, alleszins, deze kleine update. Dan zien we jullie in de volgende film, hè. Tot de volgende. Het regent hier echt stront. Het is even gestopt, maar het is koud. Berenkoud. Brr. Oké, terug in de kabinet.